Dit is Radio Report met Janita van Otterlo. Hartelijk welkom aan Anne Buiskool. Ik heb Hallo. Al aangegeven waar het over zal gaan. Over goed gescheiden ouders, onder andere. Hè, want het is een breed vlak waar jij je in bevindt met je werk. Kun je jezelf een klein beetje buiten je naam voorstellen aan de luisteraar? Ja, wat zijn jouw tools in het leven geweest om hier te komen? Ja, leuk om hier ontvangen te worden. Dank je wel. Ik ben een geboren Zeisterse. Ik ben in Zeist geboren en getogen. Naar de middelbare school gegaan, Herman Jonnen Lyceum. En op een gegeven moment dacht ik de studie gevonden te hebben waar ik mijn hele leven lang mee verder zou gaan. Als creatief therapeut beeldend. Nou, wat leuk. En het liep anders. Ik koos om te leven in een gemeenschap met heel veel mensen. En dat heb ik 15 jaar gedaan. 25 jaar gewerkt ook. Ja. Dat heeft gemaakt dat ik ongelooflijk veel wijsheid heb geleerd ook van andere mensen. Dus eigenlijk door het samen zijn kwam er een hele nieuwe levenswijze tot stand. Zo zou je dat kunnen zeggen. Nou, ik heb gewoon zoveel spiegels gekregen van andere mensen. Ook mensen waar ik niet voor gekozen had. Je kiest voor een partner en daar. Ja. En dit waren mensen waar ik niet voor koos, maar waar ik heel veel van blijkt te kunnen leren. En dat heeft gemaakt dat je een andere wending nam in je leven? Nou, ik ben toen wel dat werk nog wel blijven doen. Maar dan meer in de vorm van binnen trainingen. Werken met mandala's, werken met maskers. Dus ik ging wel door gedeeltelijk. Maar ik ben ook mijn andere liefde, namelijk de planten en het buiten. Ik heb 10 jaar het landgoed beheerd waar we op leefden. Ja. Dat is 16 hectare. En dat heb ik toen gedaan. En op een gegeven moment, ik ga er even heel snel doorheen. Ja, dat snap ik. Ik denk in 2011, toen dacht ik van, ik wil een volgende stap doen. Het is ook niet een kwestie van weggaan, maar meer van, er is een volgende stap. Hè? Eigenlijk erbij. Ja, ik woonde al lang toen niet meer met heel veel mensen samen. Ook tussenstappen in kleinere groepen. En toen ben ik... dat was duidelijk, van ik wil een volgende stap zetten, maar welke is dat? Ja. En toen was er een achterbuurman en die zei, joh, dat is mijn vak, ik help mensen om te kijken. Kom, we gaan op een pleet op het grasveld zitten. En ik geloof dat we daar 1,5 uur hebben zitten praten. En toen zei hij, je bent gewoon een mediator. Nou, hoe is het mogelijk? Dus zo kom je eigenlijk van het een weer terecht op het ander. En als die man zei tegen jou, ik help mensen, wat bedoelde die daarmee? Nou, je hebt van die mensen, ik heb ook een vriendin, die kan door vragen te stellen en door met je mee te kijken van wat heb je gedaan, wat zijn je kwaliteiten, door daar mij in mee te nemen en vragen te stellen. En ik kon natuurlijk antwoorden. Op een gegeven moment kwam dat eruit. Ja. En hij helpt dus mensen om zo specifiek... Zeg maar helder te krijgen van waar sta ik in het leven en wat is mijn volgende stap als ik die stap wil doen. Ja, daar exact. Gaat het eigenlijk over. Ja. En wat heb je toen gekozen? Hij zei, de man waar je mee sprak, mediator. Je bent een mediator. Dat ben je gaan doen? Nou, sterker nog, ik weet niet of het dezelfde dag was, maar wel dezelfde week heb ik me ingeschreven voor de opleiding en ben ik de opleiding gaan doen. En wat houdt die opleiding in? Kun je dat uitleggen aan de luisteraar? Er zijn heel veel verschillende opleidingen om mediator te worden. Ik heb er toen eentje gekozen in de buurt van Apeldoorn, omdat dat... Nou, ik weet niet eens meer waarom. Misschien. Ja, precies. Voelde zoiets. Ja. En dan ga je verschillende weekenden of driedaagsen. En ik weet niet eens meer, een half jaar lang. En op een gegeven moment dan heb je dat behaald. En dan moet je nog examen doen. Praktijkexamen en hoe noem je dat nou? Theorie-examen. Ja. Ik heb een theorie-examen gedaan. En eigenlijk begon ik toen pas te beseffen in wat voor wereld ik terecht kwam. En heb ik ook onderzoek gedaan. En heb ik besloten om het praktijkexamen niet te doen. En eigenlijk de reden was omdat er zoveel geld gevraagd werd om dat te kunnen doen. Dat ik dacht, ik ga het op mijn eigen wijze doen. Ja, gewoon niet als het allemaal om commercie draait. Nou, dat voelde dat niet ik zo goed. Nou ja, er zit een andere kant aan. Dat je dan een papiertje hebt. Ja. En de rechtbank laat alleen maar mensen toe met een papiertje. Ja. Dus er zit ook een hele mooie kant aan. Ja. Ik heb er gewoon simpelweg niet voor gekozen. Nee, dus je hebt het op je eigen wijze gedaan. Ja, en dat is wel leuk om te zeggen dat ik eigenlijk toen pas erachter kwam van, oh, maar dan ben ik dus een ondernemer. Ja. En help, wat betekent dat? Ja. En toen kwam ik door een vriend bij een training terecht, waar ik eigenlijk 5, 6 jaar les van heb gehad.
in allerlei mogelijke manieren van mindset over financiën, marketing. En daar heb ik zoveel aan gehad. Want dat had je allemaal nog niet in die levenservaring opgedaan. Nee, dus dat heeft hij je eigenlijk aangewezen, ja, de vriend. Dat is, ja. En zo ben je gekomen tot wat je nu eigenlijk bent. Jij helpt ook mensen. En waar vanuit doe je dat? Hè? Je werkt voor goed gescheiden ouders. Ja. Wat betekent dat? Wat is dat voor een organisatie? Het is mijn bedrijf. Ja. Mijn bedrijf heet Samenwijzer. Ja. En de goedgescheidenouders.nl is de website waar ik mee werk. En wat was je vraag ook weer? Ik vroeg wat voor stichting, wat voor organisatie het is. En jij vertelt dus nu, het is mijn eigen organisatie. Het is een bedrijf. Het is een bedrijf. Ik heet Samenwijzer, maar daar komt dan het goedgescheidenouders.nl uit. Maar wat betekent het? Ben jij alleen aan het hoofd? Heb je mensen die met jou meewerken? Ja, ik ben begonnen als breed mediator. En op een gegeven moment leer ik op die training van kies een niche, kies een doelgroep. Ja. En toen dacht ik, dat zijn ouders. Dus niet op de werkvloer mediation, niet algemeen. Nee, ouders die gaan scheiden. En een van de redenen was dat mijn dochter op 17-jarige leeftijd tegen ons zei van pap, mam, jullie hebben het goed gedaan. Want je was helaas eigenlijk, of misschien niet helaas, dat moet je niet invullen. Je bent uit elkaar gegaan. En dan heb je toch die ervaring meegenomen als gescheiden ouders. Ja, 14 jaar geleden zijn wij uit elkaar gegaan. En dat was nog toen we samen woonden met heel veel andere mensen. Dus eigenlijk is dat zo geleidelijk gegaan dat ook zij daar nauwelijks, we bleven met elkaar. Toch elkaar zien en bij elkaar wonen eigenlijk. Ja, en we hebben de hele opvoeding ook samen gedaan. Ja. Ook al woonden we niet meer op dezelfde plek. En dat is op zich natuurlijk al heel bijzonder, hè? Dat je het samen toch blijft doen. Want je blijft die mama en je blijft die papa. Exact. Ja. Mooi. Je hebt een boek geschreven, Anne. Dat heet Hoe vertellen we het de kinderen? Gaat over respectvol scheiden als een nieuw begin. Want dat mag je toch wel noemen dat het dan daarna een nieuw begin wordt. Hoe ben je tot dat schrijven van het boek gekomen? Was dat echt jouw eigen ervaring die je meenam uit je verleden omdat je een gescheiden moeder was? Of zeg je van ik kwam zoveel mensen tegen die moeite hebben met die scheiding. Daarom ben ik het gaan doen? Mooie vraag. Meerdere redenen. Eigenlijk de laatste reden waar ik het nu het eerst aan moet denken is dat ik als mediator rond heb gelopen op symposia en plekken waar veel mensen samenkomen om te praten over scheiding en hoe gaat het in Nederland en welke kant gaan we op. En toen ben ik me eigenlijk, dat is 2 jaar geleden begonnen, heel erg geschrokken. Van hoe het gaat. Van hoe het gaat, maar vooral vanuit ons perspectief. Van rechters en advocaten en mediators. Toen dacht ik, er is eigenlijk zo weinig begrip over wat ouders in hun ontwikkeling meemaken. Of waar persoonlijke ontwikkeling een ingang zou kunnen zijn om scheiden te zien als een fase en niet als falen. Ja, want dat vond ik heel mooi in jouw boek. Cultureel. Ja, want dat is waar. Hè? Het is, je ziet het misschien als ouder als falen. Maar het is een fase in je leven waar je op zo goed mogelijk manier uit moet komen om daar ook sterker, zeker voor de kinderen, mee door te kunnen gaan. Ja, dus dat was een aanleiding. Ja. En als ik daarop verder ga, dan ik was helemaal niet bezig met schrijven een paar jaar geleden, maar in die ondernemerstrainingen werd ook gezegd van wat wil je nalaten? Wil je 1-op-1 blijven werken, waardoor het misschien 10, 20, 100 mensen krijgen van jou, jouw kundigheid, jouw kennis, jouw wijsheid? Toen dacht ik, nee, ik wil eigenlijk verder. Je wil breder? Ik wil dat meer mensen gebruik kunnen maken van de kennis die er is. En dat is niet alleen mijn kennis. Want natuurlijk heb ik in het boek ook mensen uitgenodigd om een stuk te schrijven. Ja, dat vond ik ook heel goed. Want dan is het inderdaad niet zo eenzelvig. Maar dan betrek je ook anderen die het mee hebben gemaakt. Die erover schrijven als therapeut. En dat moeten de mensen zelf lezen. Want dat voert te ver om dat uit te spitten. Maar dat is een goede altijd. Als mensen betrokken zijn bij jouw boek. Dan is het niet alleen maar van jouzelf. Maar dan is het van andere mensen die ook datzelfde gevoel hebben. We moeten meer mensen aanproberen te spreken. Nou, sterker nog. Het begin van het boek heeft eigenlijk plaatsgevonden naar aanleiding van een hele grote enquête die mensen ingevuld hebben. Dus al die ervaringen van al die volwassenen, volwassen ouders en ook van de kinderen, waren mijn uitgangspunt voor het boek. Ja. Want daar vond ik uit het veld hoe het echt gaat. Hoe het echt gaat. En hoe het echt niet moet. Hoe het echt beleefd wordt, ja. En ik zou wel een heel klein stukje voor willen lezen heel graag, uit het boek. Heel graag. Ik kwam daar zelf eigenlijk pas achter
tijdens het schrijven van het boek. En ook doordat een collega van mij zei van... hé, maar Anne, weet je dat eigenlijk ouders... op het moment dat ze hun kinderen gaan vertellen dat ze gaan scheiden... bijna niet dat op een goede manier kunnen doen. Nee, want hoe moet je het doen? Daar gaat nou eigenlijk ook jouw boek over. Daar gaat het boek, maar eerst... Hoe begin je? Ja, ja, maar daarvoor afgaande is er ook al een hele stap. Nou, er is in ieder geval een onderkenning die ik ook niet had gemaakt. En dat is namelijk dat je als ouder die gaat scheiden... heel vaak, bijna altijd, zit in een kindpositie. Namelijk in de positie van de pijn en van de emoties. Ja. En vanuit een kindpositie kun je je kind niet steunen. Dan ben je eigenlijk weg bij je kind en dan ben je bezig met je eigen leven, wat overhoop ligt. Ja. Dus eigenlijk zei die collega toen tegen mij, kan je dit boek helemaal niet schrijven? Want die mensen kunnen dat niet. Zeg, natuurlijk is dat niet waar, want mensen willen ook graag verantwoordelijkheid nemen. Want ze houden van hun kinderen. Ja. Juist willen ze die verantwoordelijkheid. Ja, en dat betekent dus dat als je onbewust bent, dan gaat het lastiger. Maar zodra je de keuze maakt om bewust te worden... en vaak is daar hulp voor nodig... Dat kan een vriend of vriendin zijn. Ja. Hoeft niet meteen een professional te zijn. Maar ik zal het stukje even voorlezen. Heel graag. Op het moment dat ouders in een scheiding terechtkomen... staan ze vrijwel nooit op de volwassen positie. Ze zijn knetterhard aan het overleven... en dat brengt automatisch met zich mee... dat de mechanismen worden geactiveerd... die ze uit hun gezin van herkomst hebben meegekregen... zelfs als ze niet beschadigd zijn in hun kindertijd. Dat zorgt ervoor dat de ouders op dat moment bijna niet in staat zijn... om vanuit hun volwassen positie hun kinderen te steunen. Ja, dat is schitterend, want dat is natuurlijk net waar het allemaal om draait, grotendeels. Ja. Maar hoe wijs jij dan iemand die bij jou komt? Kun je een voorbeeld geven vanuit de praktijk zonder namen te noemen, zonder privézaken? Zeker. Maar hoe komen mensen binnen bij jou? Is het een moeder? Is het een vader? Zijn ze beide? Komen ze tegelijk? Ik nodig ze beide uit, als het even kan. En dat gebeurt ook meestal. Ja. Ik werk niet met iedereen. Ik werk met ouders die van tevoren kunnen zeggen... we willen het goed doen voor de kinderen. Ja. En we willen het goed doen voor elkaar. Ja. Betekent ook dat bepaalde mensen dat daarvan terugschrikken. Ja. Omdat ze ergens in die emotie of boosheid of pijn zitten. Het kan ook betekenen, heb ik gemerkt... dat mensen juist daardoor denken, oh, maar wacht eens even... Ik moet dus wel. Wat heb ik nodig om het wel te kunnen doen? Ja. Dus als ze dat kunnen zeggen, dan komen ze bij mij. Ja. En dan doe ik iets wat ik nog niet eerder heb gehoord. Ik bevestig eigenlijk de ouders. En ik check dat natuurlijk, of het voor hun ook klopt. Dat ze alles hebben gedaan wat ze konden. Zelfs als er sprake is van overspel. Ja. Of zelfs als er sprake is van. Nou, geweld. Nou, geweld is dan wel een hele heftige. Ja. Maar het kan zijn dat een ruzie geuit is in iets wat naarder is. Toch een soort escalatie is geworden. Ja. Nou, de erkenning is natuurlijk heel belangrijk. Dat is niet oké. Maar door even stil te staan bij dat je gedaan hebt wat je kon. Want anders had je namelijk iets anders gedaan. Ja. Zie ik de mensen ontspannen. Zie ik van oké. Soms nog wel van, ja, maar hij dan of zij dan. Ja, want dat wijzen, Ja, en dan toch uiteindelijk, en het gaat vrij snel... ja, inderdaad, ik heb gedaan wat ik kon. En dan komt er een stap, oké, als je onderkent dat je gedaan hebt... wat je en er is iets naars gebeurd, of je hebt iets gezegd wat niet oké is... dan nodig ik ze wel uit of ze terug kunnen gaan naar de andere persoon... en met terugwerkende kracht kunnen zeggen, luister, ik heb dat gedaan. Ik was er niet bij, of ik was zo boos, of het was onverantwoordelijk. Toen, ik heb dat gedaan, dat is gewoon niet oké. Dus het spijt me, want ik kan nu wel zien wat ik met jou heb gedaan. Want dat is eigenlijk iets essentieels, dat je tegen elkaar kunt zeggen... of de een tegen de ander als het moet, het spijt me dat het zo gegaan is. Want dat is een nieuw begin eigenlijk al, toch? Klein stapje, in het nieuwe begin. Dat klopt, en hij is niet makkelijk. Dus ik zeg, er zijn een paar voorwaarden voordat je eigenlijk pas echt kunt geven, echt... terug kunt gaan naar de ander. En dat is namelijk dat je je niet meer schuldig voelt. Ja. Niet meer schaamt. Dat je je trots voorbij gaat. Dat je het niet afroggelt van nou sorry hoor. Ja, dat is sorry, geen echt makkelijk. Sorry. Nee, dat is geen sorry. Nee. Dus er zijn een heleboel stappen die je innerlijk te maken hebt... voordat je echt naar de ander kunt gaan. En stel je maar eens voor dat de ander naar jou toe komt... en zegt, joh, luister, vorige week heb ik zo naar je geschreeuwd. En ik zie nu dat je was gewoon heel erg geschrokken. Het spijt me dat ik dat gedaan heb. Ja. Als die ander naar je...
dat wil je. Want dan denk je, oh, wat fijn. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel wat van wat je van de mensen vraagt op dat moment. Dus gebeurt het? Gebeurt het? Kun je daarmee verder? Of zeggen mensen dan misschien ook wel eens, ja, nee, maar dat gaat me te ver, want dan de wijsvinger gaat weer naar hij of zij. Dan zeg ik, dat kan ik me helemaal voorstellen, dat het nu te ver is. Dus neem me mee naar huis als huiswerk. Ja. En hou me op de hoogte. En als het niet lukt, misschien praten we er nog een keer over. Ja. Want de manier waarop ik werk is, mensen betalen voor een uur, zeg maar. Ja. En ze krijgen daar gratis een uur tussentijd bij. Ja, dat als ze naar huis zijn gegaan met al die opgaven die jij dan noemt, van dat zou goed zijn om te doen, dat ze daarover na kunnen denken. Ja. En dan kunnen ze daarmee terugkomen. Ja. En als het niet past, past het niet. Ik sluit aan bij waar mensen voor komen. Ja. En dit is natuurlijk maar een heel klein facet. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar Anne, als je dan zegt van, ik kies eigenlijk een beetje voor mensen, of ik kies is niet het goede woord, maar ik ga met mensen in zee die willen. Ja. En die ook tegenover elkaar durven handelen of spreken. Wat doe je met de mensen die je niet wilt? Zeg je daar gewoon nee tegen? Nou, het grappige is dat die niet meer komen. Die komen gewoon niet meer. Nee, dat is heel, heel wonderlijke ervaring. Dat lost zichzelf eigenlijk een beetje op. Dat is een heel wonderlijke ervaring. Om zodra ik dat uitgesproken had en opgeschreven had, kreeg ik deze klanten. Ja. En ja, ik heb ook nog een aantal klanten, specifiek deze maand weer, die net even wat meer vragen van mij ook. Ja. En die het net even wat moeilijker hebben. Ja, en dat is dan zo. Dat is oké. Hoe ga je dan verder? Stel, we hebben een ouderpaar die zijn, bereid om te komen. Die gaan met jouw opdrachten echt serieus aan het werk. Hoeveel tijd kost het jou dan en de ouders om tot een goede bemiddeling te komen? Want daar gaat het uiteindelijk om. Er is niet één ouderstel hetzelfde. Er zijn mensen die zeggen van, goh, wij hebben nu dit eerste gesprek gehad. We gaan het de kinderen vertellen. We hebben van jou gehoord. We gaan je boek lezen. Ik zeg ook altijd, lees ook het boek van Villa Pinedo. Ja. Van Marcia Pinedo. Ja. Heel belangrijk boek. Aan ouders geschreven door kinderen. En dan gaan ze aan de slag. En de een staat de volgende week weer op de stoep. En de ander doet er een maand over en komt dan terug. En zegt van, goh, we willen de volgende stap doen. Ja. Het is zo verschillend. Ja. En als jij nou zegt van, de titel is Hoe vertellen we het de kinderen? Ga jij ook aan tafel om tegen de mensen te zeggen de stappen die je gaat nemen om het aan ze te vertellen? Want vaak zijn zij al, als ze bij jou komen, hebben ze het misschien al aan de kinderen gedeeld. Soms wel. Ik heb nu toevallig deze week twee stellen die het allebei vandaag hebben verteld. Vanochtend. Ja, dan ben ik ook wel eventjes, dan voel ik het ook wel. Dat voel je ook. En zij hebben allemaal het boek, alle vier ouders hebben het boek gelezen. En zijn met opdrachten aan de slag gegaan. En ik kan zo wel een opdracht vertellen. Een behoorlijk intense opdracht. Maar nou ben ik de draad kwijt. Geeft helemaal niks. Ik help je de draad vast te houden. Ik vroeg van, de ouders moeten het aan de kinderen vertellen. Oh ja. Hoe gaan ze dat doen? En gebeurt dat ook op de manier waarop jij het ze aanreikt? Ze kiezen hun eigen manier, maar toevallig allebei deze stellen zeiden van, kun je ons nog even helpen met woorden? En toen realiseerde ik me van, ja, ik heb zoveel ervaring daarmee nu, ook met die mensen, dat ik geef de woorden en zij maken er hun eigen verhaal weer van. Ja. Maar dat zijn woorden als van, goh, papa en mama die hebben elkaar toen en toen ontmoet. Ja. Je kan er bijvoorbeeld ook een foto bij halen. Dit is hoe we elkaar ontmoet hebben. We zijn verliefd geworden. En we hebben dit met elkaar gedaan. We hebben elkaar gereisd. En toen kwamen jullie. Ja. En dan is het heel fijn. En dat is meestal zo. Dat ze in blijdschap ontvangen zijn, de kinderen. Ja. Dus dat ze dat ook meekrijgen in dat gesprek. En dat de ouders dan gaan vertellen van, ja, en jullie hebben wel gemerkt, want het is ook meestal zo, van dat papa en mama gewoon moeite hebben met bepaalde dingen met elkaar. En dan maken ze de stap, ik ga er nu even heel snel doorheen, naar als partners, als geliefden, willen wij stoppen met de relatie. En wij gaan verder met onze ouderschapsrelatie. Ja, want we blijven jouw papa en we blijven jouw mama. Ja. Maar dat betekent niet dat je bij elkaar kunt blijven, maar dat je wel die ouder blijft waar die kinderen op dat moment zo behoefte aan hebben. En dat is zo belangrijk. Het is heel boeiend, Anne. Je had voor de muziek gezegd, ik zal een uitleg geven van een opdracht die ik aan ouders mee kan geven. Nou, dat zijn best heftige opdrachten soms. Ja, er zit een hele eenvoudige bij. En ze zijn ook meestal voor één van de ouders. Dus niet om samen te doen, omdat het natuurlijk vaak spannend is of niet kan.
En dit is een opdracht. En ik realiseerde me toen ik hem maakte, want hij kwam echt bij me op. Van dit zal niet makkelijk zijn voor ouders. Maar het geeft ze wel de gelegenheid om zich echt met hun kinderen te verbinden. Met die dit gaan ontvangen. Die kinderen gaan horen. Wij gaan uit elkaar. Ja. Als partners, als geliefden. En dat is dat ik beide ouders op hun eigen tijd uitnodig om als de kinderen naar school zijn, even op een van de kamers te gaan zitten van de kinderen. Rond te kijken, je hoeft verder niks te doen. En je te verbinden met je kind en je voor te stellen hoe dat kind het zal ontvangen. Het verhaal over dat de ouders gaan scheiden. Ja, want het zeggen is één ding, maar het ontvangen, dat is een groot gegeven. Ja, want daarna, kijk, het ene kind loopt gillend weg. Het andere kind barst in tranen uit. Het volgende kind wordt helemaal stil. Een ander kind kruipt op schoot. Dus ieder kind heeft zijn eigen beleving daarin. En ouders kennen hun kind natuurlijk heel goed. Dus als je op de kamer gaat zitten, hoe moeilijk dat ook is, dan kun je van je eigen emoties toegaan naar wat betekent het voor mijn kind? En hoe zal mijn kind reageren? En kan ik beschikbaar zijn voor mijn kind? Komt daar ook een beetje uit weg wat je beschrijft over die birthnesting? Dat je zegt van blijf nog even in één huis wonen, zodat de kinderen kunnen wennen. Dat wil zeggen niet samen in dat huis, maar blijf in het huis waar je bent, want dat is een veilige haven. Want dat is natuurlijk ook een gegeven, dat zo'n kind weet, als papa weggaat, moet ik misschien met hem mee, of als mama weggaat, wil ik met haar mee. Dus heeft dat er een beetje mee te maken met wat je nu ook voorstelt als opdracht? Van leef je in het kind? Ja, dat is in ieder geval de rode draad. Dat eigenlijk alles wat je doet in het kader van je scheiding, dat je je afvraagt, wat betekent dit voor mijn kind? Ja. Want je bent in eerste instantie gewoon bezig met je eigen emoties. Overleving vaak. Dus dan ligt het niet als vanzelf op de voorgrond. Nee. Overigens, birdnesting is inderdaad, vind ik, beveel ik aan, maar alleen voor ouders die dat ook kunnen. Ja, want dat je is niet voor alle stellen geschikt. Nee, je moet op een bepaalde manier door één deur kunnen. Ja. En de vorm is dan dat je voor enige tijd of langer het huis aanhoudt waar je samen bent. En dat je om en om daar woont. Dus ook of allebei een andere plek hebt. Ja. Of samen een plek ergens anders deelt als je dat kunt. Financieel moet dat natuurlijk allemaal kunnen. Ja. Dit is echt in het meest ideale. Er zijn een heleboel tussenvormen. Ja. Maar even terug naar wat je zei over beleef het kind eigenlijk. Ga terug in het kind om door op die kamer te zitten. Ja. Dat is wat jij aanraadt. Dat is een heftige opdracht. Maar kan het helpen in de verwerking voor de ouder om het op een goede manier ook te delen met het kind? Het verhaal wat ze moeten vertellen? Dit gaat gewoon helemaal verbind je met je kind. Dat is het enige doel van die opdracht. Verbind je met je kind. Ja. En maak de overstap van waar je zelf in een rollercoaster zit naar oké, we gaan het straks vertellen. En dat is duidelijk. Ja. Ja. En je had het ook over concrete stappen zetten. Ja. Daar gaan we het ook nog even over hebben, want anders is de tijd om. Ja. Dus ik zou zeggen, geef wat voorbeelden. Vertel daarover als je wilt. Ik ga even het boek erop naslaan. Dat is het meest makkelijke. Ja, natuurlijk. Ook ik weet mijn stappen niet uit mijn hoofd. Zeker hoeft niet ook zo. Niet. Je hebt het boek bij de hand, dus dat is alleen maar makkelijk. De stap 1 in het boek is de scheidingsmelding. En dan gaat het over de melding van de ouders naar elkaar. Meestal is het een van de ouders die ermee aankomt. Soms zijn ze er samen op uitgekomen. Als het een van de ouders is, dan is dat gezegd. Dan is het belangrijk dat ook de andere ouder eigen woorden vindt voor een soort bevestiging van ja, wij gaan uit elkaar. Ja. Dat is natuurlijk niet op het eerste moment als het gebeurt. Want dan is het heftig. Maar voordat je de stappen gaat zetten om het de kinderen te vertellen en de scheiding in te gaan, is het goed dat beide ouders tegen elkaar zeggen, in eigen woorden, wij stoppen met deze relatie, met deze partnerschaprelatie. Ja. En wij gaan verder met onze ouderschapsrelatie. De tweede stap is het omgaan met de emoties en met de gevoelens. Nou, daar geef ik heel veel tips over en herkenbare. Wat ik terugkrijg van de mensen die het boek nu gelezen hebben, die zeggen van, het is zo praktisch. Ja, ja. Dus daar gaat dat over. Stap 3 heet heel bewust help mij om het zelf te doen. Niet zoek hulp of laat je helpen, maar nee. Ik moet het doen. Ik ben degene die het doet, ik de ouder. Maar alsjeblieft laat je helpen. Ja. En dus het is een hoofdstuk wat niet alleen gaat over waar je hulp kunt vragen, maar ook waar je op let.
geef het niet uit handen. Blijf je eigen leraar. Want dat is helemaal niet goed als je het uit handen geeft. Want dan heb je het uiteindelijk niet zelf gedaan. En dat komt terug als een boemerang, denk ik. Ja, dan zegt iemand, je moet dat doen. Ja. Je moet volgens mij dat doen. Dus welke hulpverlener, therapeut, coach, mediator of rechter ook zegt wat je moet doen. Jij moet het in je hart. Kijk of het past bij jou. Past bij jou. En misschien is het een net iets andere vorm. Ja. Of een net iets andere zin. Daar ga ik vrij uitgebreid op in, op hulpvragen. Omdat het natuurlijk een taboe is. Ja. Ik heb iets van 30 in mijn boek opgenomen. 30 redenen waarom je hulp kunt vragen. En 30 redenen waarom je het niet waarom mensen geen hulp vragen. Ja. En dat is, ook wel een grappig hoofdstuk geworden. Want iedereen zegt, dat is ook zo. Ja. Oh, dat vind ik. Oh, dat dacht ik. Maar iedereen die hulp vraagt en terechtkomt bij iemand die ook werkelijk goed hulp kan geven, is daar blij mee. Ja. Goed, stap 4. Bereid het samen voor. Dat gaat over dat je allebei zelf gaat kijken, hoe wil ik het doen, hoe wil ik het zeggen, waar wil ik het, wanneer. En als je daar individueel uit bent, dan ga je elkaar opzoeken. Oké, dit is wat ik in het boek heb gevonden, of dit is wat ik bedacht heb, of zo heb ik het met een coach over gehad. En dan ga je zorgen dat het overeenkomt. En afspreken, waar gaan we zitten, hoe gaan we zitten, wat gaan we vertellen. Jij zegt dan ook in je verhaal in het boek, gebruik veel fotomateriaal. Dat wil zeggen, probeer als je met kinderen praat of in contact bent, ook foto's neer te leggen. Waarom is dat zo belangrijk? Twee verschillende dingen. Ja? Ik roep op dat ouders, als ze met elkaar in gesprek gaan of met de mediator in gesprek gaan, om dan de foto's van de kinderen mee te nemen, er altijd bij te hebben. Ja? Omdat je dan, als je in gedoe komt met de partner, je aandacht weer kan verleggen naar de kinderen. Ja? Dat soms ook met tranen, maar dat is helemaal goed. Gebeurt het, Dat en verder ergens in het boek benoem ik ook dat als je de kinderen gaat vertellen en je kunt ze bijvoorbeeld een boekje geven met foto's en verhalen van jullie hoe leven. Je begonnen bent van jullie leven, maar dat boekje ook door mag gaan na het huwelijk, dus dat de kinderen alles mee mogen krijgen en dat dit ook deel van het leven is, dat helpt kinderen om te weten waar ze vandaan komen, te voelen dat ze geliefd zijn, ondersteund blijven, want het zijn dan En hoe de weg verder zal gaan. En hoe gaan, de weg verder eventueel. Gaat, zeker. Ja. Dat is een Amerikaanse vrouw die dat ontwikkeld heeft. Ik vind het prachtig. En ik heb haar naam ook genoemd in het boek. Ja, omdat ik, dat zag ik vind dat ze iets heel moois heeft gedaan. Dan stap 5. Dat is het feitelijke samen vertellen. Daar ga ik ook nog in op hoe je eigenlijk het beste kunt gaan zitten. Want je hebt een familiesysteem. En als de ouders naast elkaar zitten, dan blijven de kinderen zich gesteund voelen. Zit een van de ouders hier en de andere op een stoel? Is die leegte al eigenlijk voelbaar. Exact. Die leegte die ontstaan kan. En dat kan. Kan onveilig zijn voor kinderen. Ja. Terwijl als je naast elkaar zit en het vertelt, dan blijven de kinderen de steun voelen. Dus blijf in die gezinssamenstelling zitten eigenlijk. Dat is wat je aangeeft. Ja. Hè? En daar ga ik ook nog dieper op in. Op dat. Dan stap 6, geef je scheiding vorm. En dat gaat ook over, kijk, ik ga niet uitleggen, daar zijn genoeg boeken over hoe je die scheiding vorm moet geven. Maar het gaat er wel over van wat kun je dan de kinderen vastgeven? En is het dat ene moment? Nee, het is niet alleen dat eerste moment dat het verteld wordt. Het is ook de dag en de 2 dagen en de week en de maand daarna. Het gaat door. De check-up. Ja. Van hoe gaat het met mijn kind? Hoe gaat het om met deze situatie? Hoe gaat het op school? Wat vertelt het aan kinderen? Heeft het steun? Moet ik iemand opzoeken zoals een kindbehartiger? Ja. Die er nu in Nederland zijn. Ja. En die specifiek voor kinderen zijn die het moeilijk hebben met de scheiding. Want het is zo nodig. Het is zo nodig. Het is ontzettend nodig. Ja. Ik werk met 5, en dat is ook een vraag die je eerder stelde. Ik werk met 5 kindbehartigers samen door heel Nederland. Met financieel scheidingsmediators. Ook verschillende door heel Nederland. Dus ik ben een eenpitter. Ja, maar je bent een inktvis eigenlijk. Er zitten heel veel lijntjes. Er zitten heel veel lijntjes. Want wat mij ook te binnen schiet is dat je natuurlijk zegt van, ik geef de ouders het boek, dat moeten ze gaan lezen. Ik neem niet aan dat jij dat geeft, maar dat ze dat aan moeten schaffen. Neem ik aan. Als mensen bij mij een strippenkaart nemen, dat betekent dat ze een aantal keren in één keer betalen. Dan krijgen ze 1 boek cadeau. Ja, en als ze er 2 willen hebben, moeten ze er 1 bij kopen. Ja, want ik wou zeggen, dat is natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd om zomaar het boek te kopen waar juist al die mooie dingen in staan die ze kunnen helpen. Nou, er is ook een e-book. En een stuk goedkoper. Ja. En je kunt het niet laten slingeren, dus de kinderen zien het niet. Ja, dat is natuurlijk ook een heel groot voordeel. Ja. Je bent bij 6, geloof ik, of niet? Ja. Dat was stap 6, geef de scheiding vorm. En dan heb je nog de nazorg op korte en lange termijn.
Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich. Dat geldt hetzelfde als voor stap 6, maar dan weer een stapje verder. Anne, ik moet je gaan onderbreken. We zijn aan het eind. Je hebt zoveel verteld, maar nog lang niet genoeg. Maar wel wat we moeten weten is, waar kunnen we aan dat boek komen als we dat willen? Ja, goedgescheidenouders.nl, daar vind je hem. Er is ook een specifieke website, hoevertellenwetdekinderen.nl. Ja. Het is via de boekhandel te krijgen hier in Zeist. Kramer van Doorn heeft het en ook de andere boekerij heeft het ook. En dan is er ook nog een mogelijkheid om bij bol.com. Dus mogelijkheden overal. Genoeg. Ja. Anne Buiskool, het is te kort voor alles. Maar ik vond het heerlijk dat je er was. En zo nodig dat je er was. Want het is boeiend genoeg om te zien dat jij de mensen op weg helpt om het goed en respectvol te doen. Het scheiden. Ook al doet dat heel veel pijn. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel voor de mogelijkheid.